Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een bloemstuk maken. Ja, die veel aangevraagd is, namelijk de ondergrond van de étagère. En daar gaan we vandaag mee aan de slag. Ik heb er super veel zin in. We gaan hem lekker in de zomerse sfeer opmaken. Erg passend bij deze tijd. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En ook de zomerperiode blijven er hele leuke video's en DIY's online komen over de bloemschikken. Dus vergeet vooral niet te abonneren. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het op Facebook of Instagram en tag mij en maak elke maand kans op een leuke prijs. Dat is natuurlijk heel erg leuk, want daarmee inspireren we elkaar ook en verspreiden we positiviteit door middel van bloemen. En daar ben ik voorstander van. Goed, genoeg gezegd. Laten we gauw gaan beginnen. Van vandaag bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Dan vind je het onder kopje cursuspakketten. En ja, dan kan je er ook gewoon lekker mee aan de slag. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met de étagère. Hij zit in een mooi klein bouwpakketje, het is niet moeilijk. En dan kan je hem in elkaar zetten. Ik ga deze nog even voor de zekerheid vastlijmen en dat hoeft op zich niet. Maar dan heeft hij wel extra stevigheid. Want met het gewicht van het steekschuim komt er natuurlijk iets meer gewicht op. En het is echt hele mooie kwaliteit. Het was ook heel mooi ingepakt in een doosje, allemaal apart. Dus heel erg mooi. De onderkant zit mooi stevig vast. De bovenkant doe ik nog even een klein drupje lijm in. Wil je hem elke keer uit elkaar kunnen halen, dan kan je dat natuurlijk laten. En dan gaan we beginnen. Ik heb ook mooie schelpen en zeesterren. Heel erg leuk. En we gaan het dan een beetje in pasteltinten opmaken. Heel leuk romantisch, want daar hou ik van. Ik weet jullie ook. Dus gauw aan de slag. Ik gebruik allereerst een houder van Oasis. Je hebt deze in de bio variant. Die gebruik ik nu, maar je kan ook de gewone variant gebruiken. Maar het voordeel is dat hier al een bakje onder zit. En met lekken is dat natuurlijk ideaal. En ik heb mooie curly takken. En het leuke is dat die flexibel zijn. Dus je kan er alle kanten mee opbuigen. Ik heb roze of groen. Dus je kan eventueel kiezen waar je nou niet van het roze is meer echt pastel. Heel licht. Heb ik eventueel ook groen. Ook heel erg mooi. Ik pak vandaag deze kleur. Maar het is net wat jouw voorkeur heeft. Past hier beide heel goed bij. En de bovenkant die buig ik om de steel heen. En dan laat ik hem een beetje meelopen met de étagère. Dat vind ik altijd mooi bij een étagère om die vorm te volgen. Dus dat ga ik vandaag ook doen. Je kan hem dus buigen naar de vorm die je zelf eigenlijk mooi vindt. Omdat er wat ijzerdraad in zit. Waar nodig is kan je hem ergens vastzetten als je dat wil. Je kan ook een drupje lijm gebruiken. Maar ik wil niet te veel zelf op de étagère lijmen. Omdat ik vaker weer wil gebruiken. En dan weet ik niet of ik het dan ook mooi vind. Dus, maar ik zet het wel even vast aan het steekschuim. Zo, je kan ook aan de onderkant juist iets meer van die takken doen. Dat is net wat je zelf leuk vindt. Maar ik zorg een beetje dat die kringel erin komt. Dan heb ik berengras. En met het berengras doe ik eigenlijk hetzelfde. Alleen ik werk dan vanaf onder. Omdat we daar natuurlijk het steekschuim hebben en het dan mooi op water blijft. Dan kan je het naar boven laten lopen. En bovenaan zetten we het weer aan elkaar vast door het om de steel eigenlijk heen te knopen. Dus ik leg daar gewoon een klein knoopje in, zoals je kan zien. En dan krijg je ook een beetje dat sfeertje. En daardoor maken we straks het bloemstuk heel apart. En dat kan je zoveel doen als je zelf wil. Op zoveel mogelijk plekken als je zelf mooi vindt. Ik zie dat mijn takken meer die richting in lopen. Dus ik ga deze straks ook nog even aan de andere kant op doen. Toch iets mooier als het één kant op loopt. Maar ook daarin kan je zelf kiezen wat je mooier vindt. Als je het één kant op laat lopen is het vaak wel iets rustiger. Steek hem toch even iets de andere kant in. Ik vind het altijd leuk bij een étagère om echt met die lagen te werken. Je kan hem
eventueel ook zonder de curly takken maken als je het te druk vindt. Dat kan ook. Als je wat meer van rustige stukken houdt. Ik vind het wel heel erg leuk. Je kan de steen lang laten. Ik doe een klein stukje af. Kijk. Hoe speels dat al wat? Dus ik ga een paar uit die net te kort waren. Die haal ik even tussenuit. En dan krijg je nu al een heel apart idee. Goed, dan gaan we beginnen met de bloemen. Hè? Ik gebruik echt bij romantische bloemetjes. Ik heb fijn gipskruid. Maar ook leuke trosroosjes die helemaal mooi in het sfeertje passen. En die verdeel ik in het steekschuim. Ik steek het er mooi compact en fijn in. Dit is trouwens ook heel leuk om cadeau te geven. Of voor een bruiloft. Leuk om wat extra chocolaatjes dan bij op te leggen. En dan heb je een heel origineel en leuk cadeautje. Of als je bijvoorbeeld geld wil geven, maar je wil het op een originele manier weggeven. Ja, leg er wat muntgeld bij op. En het is ook heel erg leuk. Zomaar wat ideetjes wat je ja, eigenlijk er verder mee kan. Trosroosjes die snij ik goed schuin aan, dat is belangrijk. Aan de achterkant steek ik ook gewoon wat bloemetjes, zodat alles mooi weggewerkt is. Hier kan je ook eventueel later restjes voor gebruiken. Als je eerst de voorkant doet en later de achterkant. Je ziet het niet helemaal, maar ik vind het toch mooi als altijd alles mooi weggewerkt is. Gebruik ook wat serum. Kan je gerust splitsen als je dat wil. En ik gebruik ook een mooi disteltje. Deze vind ik qua kleur er echt prachtig bij. Met een takje Lysianthus. Natuurlijk de zomer toevoegen. Dat doe ik door middel van, van deze mooie sterren. Je kan ze gewoon eigenlijk er los opleggen. En waar je wil, hoog, laag, in het bloemstuk, erbuiten wat je zelf mooi vindt. Je kan ze er ook vast inlijmen als je dat mooier vindt. Ik leg ze er gewoon zo los tussen, want je kan ze er eigenlijk gewoon tussen klemmen. Het heeft gelijk echt een super leuk effect. Kijk hoe leuk dat is met dat sterretje erbij tussen. Prachtig. En deze parelmoerige schelpen. Jullie hebben ze misschien al een keer gezien in een shoplog dat ik heb laten zien. Deze zijn echt heel mooi van kwaliteit. Kijk dan. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar ze glinsteren zo mooi, maar wel subtiel. Die leg ik er ook mooi bij tussen. Het hoeft natuurlijk niet, maar vind ik wel heel erg leuk om wat bloemetjes boven terug te laten komen. En dat kan je doen door steekschuim, maar deze bovenkant is natuurlijk en smaller. En ik vind een paar bloemetjes al mooi, omdat die al best wel druk is. Dus daarvoor gebruik ik zo'n flesje. Die kan je er gewoon dan bij tussen zetten. En dan kan je eigenlijk met zoveel flesjes doen als jij leuk vindt. En dan kan je ook met de restanten heel leuk een paar bloemetjes in doen. Is het al echt heel erg mooi. Ik heb bijvoorbeeld zelf hier nog een stukje Lysianthus over. Met een beetje gipskruid. Maar je kan ook bijvoorbeeld nog een trosroosje gebruiken. Wat je eigenlijk net maar over hebt van
van jouw bloemetjes. En dan maak je het aan de bovenkant ook weer wat speelser en toch leuk om de bloemetjes erbij op te zetten. En dan hebben we echt weer een toppetje gemaakt. De kleurcombinatie vind ik heel leuk, maar ook op deze manier het opbouwen, het speelsen en het zomersen vind ik een heel leuk effect geven. Wil je dit nou zelf maken? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het compleet pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden dus door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt er gewoon naar je toe. Lekker makkelijk. En ik hoop dat jullie er weer een leuke les van vonden. Je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik heel veel rond het bloemschikken en de werkdagen met de bloemen en alles. Dus mocht je dat leuk vinden, kan je me daar ook volgen. En heb je iets gemaakt, deel het op Facebook en Instagram. Tag mij, dan maak je elke maand kans op een cadeaubon ter waarde van 15 euro. Goed, ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!